In dit filmpje geef ik uitleg over het conflict in de christelijke wereld tussen de pausen en de koningen. Aan het einde van het filmpje kan je het volgende. Je kan uitleggen wat de twee zwaardenleer inhoudt. Je kan uitleggen hoe de spanningen tussen de wereldlijke en geestelijke macht groter werd vanaf het jaar 1000. Je kan uitleggen wat de investituurstrijd inhield en met een voorbeeld uitleggen hoe deze vorm kreeg in West-Europa. En je kan uitleggen hoe de investituurstrijd werd beëindigd en welke gevolgen dit had voor zowel de wereldlijke als de geestelijke macht. Het kenmerkend aspect dat hierbij centraal staat is het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel geestelijke macht het primaat behoorde te hebben. De periodisering is vanaf het jaar 1000 tot pak een beet 1150. De twee zwaardenleer. In de vroege middeleeuwen, in de tijd van monniken en ridders dus, kregen we het idee dat er de macht verdeeld is tussen de wereldlijke en de zogenaamde geestelijke macht. De wereldlijke macht, dat waren de vorsten, de mensen van adel, en de geestelijke macht, dat was de kerk, de pausen, de bisschoppen en de priesters. En het idee daarvan was dat eigenlijk allebei die machten gesymboliseerd werden als twee zwaarden die allebei op hun eigen manier de wereld beschermen. Vandaar de naam twee zwaardenleer. En die zwaarden hebben allebei een eigen invloedsgebied waar ze dus ook zich moeten kunnen verhouden. Nou, en daardoor zien we dan eigenlijk dat het idee van macht een tastbaar iets moet gaan worden. Namelijk het idee dat je dus macht gaat bekleden of tonen via machtssymbolen. En dat noemen we investituur. Het bekleden van macht of het aanwijzen van een machthebber middels symbolen. En vaak wordt dat in die tijd gedaan met bijvoorbeeld een voorbeeld als een kroon, een zwaard of andere symbolen als de scepter en de bol. Je ziet bijvoorbeeld hier op deze prent van deze koning, zien we dat hij bijvoorbeeld een scepter vast heeft. Dat laat zien, kijk even, dit is wat we hebben. En een bol en een kroon, wat dus eigenlijk symbolen zijn die horen bij de koninklijke, in dit geval de koninklijke of de wereldlijke macht. Andersom hebben de pausen natuurlijk ook, hè, de pauselijke staf, de mijter bijvoorbeeld die ze op hebben. Dat zijn ook symbolen die dus de macht aanwijzen. Die laten zien, kijk even, dit is de persoon die deze taak en deze verantwoordelijkheid en deze bevoegdheden heeft. En daarin hebben we dus te maken met het idee van investituur. Dus voortkomt uit dat idee van die twee zwaardenleer. Nou, officieel zien we ook bij die twee zwaardenleer dat de geestelijke en de wereldlijke macht gescheiden moet zijn. Het zijn twee aparte wapens of aparte verdedigingsmiddelen die de wereld en de heer en de mensen erin moeten beschermen. Maar we zien en ook in de middeleeuwen en de vroege middeleeuwen ontstaan dat vorsten gebruik gaan maken van de geestelijkheid, met name binnen dat leenstelsel. Want zoals we gezien hebben, wat we vaak zagen bij vorsten, dat de mensen die het gebied in leen kregen, dat het zelfstandig gingen zien en dat de vader op zoon door gingen geven. En bij de geestelijkheid mogen geen kinderen komen, dus dat was voor een vorst een veel betere manier om daar voor elkaar te zorgen. Maar net zoals toen zien we ook eigenlijk hier dat dus de grenzen tussen de wereldlijke en de geestelijke macht begint te vervagen. Dus omdat vorsten in dat leenstelsel, die een bisschop of een klooster leenman maken, binnen de wereldlijke macht trekken, krijgen we daar een conflict en een oplopende spanning. En dat gaat zorgen voor meer problemen. Nou, die spanning zien we met name voortkomen tijdens die latere middeleeuwen. Want dan zien we dat de spanning tussen vorst en kerk eigenlijk een hoogtepunt gaan bereiken. Een eerste belangrijke reden daarvoor is dat vorsten eigenlijk gedurende de vroege en zeker vanaf de late middeleeuwen steeds meer invloed beginnen te krijgen op de geestelijkheid. En met name de lage geestelijkheid, de priesters en de kloosterbroeders, die zijn heel erg afhankelijk van de lokale machthebber voor bescherming, maar bijvoorbeeld ook voor belastingen. En in het feodale stelsel zorgt het ervoor dat die grenzen daarin eigenlijk onderaan de piramide zogezegd heel erg gaan vervagen. Een tweede reden die we zien is dat vorsten ook op een gegeven moment een kerkelijk ambt, als bijvoorbeeld bisschop of priester, gaan zien als een pronkstuk, als een manier om hun macht ook op andere manieren te tonen. En wat gaan ze dan doen? Ze gaan er dan eigenlijk voor zorgen dat een familielid vaak benoemd wordt als bisschop. En dat noemen we ook wel de lekeninvestituur. Dus dat een leek, iemand die dus geen kennis heeft van een zaak, dus niet professioneel is, maar een leek, dus iemand die eigenlijk ja, van buitenaf opgeschoold is, dat die dus gaat bepalen wie de macht heeft, wie de investituur krijgt. En die lekeninvestituur, die gaan zich dus ook eigenlijk ervoor zorgen dat die vorsten gaan bemoeien met de regels binnen de kerk. En dat zorgt ervoor dat het gezag van de paus op zijn beurt als hoogste leider van de geestelijkheid aangetast gaat worden. Nou, ondertussen zien we dan ook dat die kerken steeds rijker worden en daarmee ook weer steeds stuk machtiger. En door de belastingen en geschenkingen van de vroege middeleeuwen zien we dat die kerk een van de rijkere organisaties ter wereld wordt. En die pausen als leider van die rijke machtige organisatie willen hun macht dan ook laten gelden. Wat ook weer zorgt voor spanningen tussen de vorsten en de paus en zeker de kerk.
Nou, en wat zien de pauzen dan ook? Wat ze gaan doen? Ze gaan zich eigenlijk ook baseren op documenten uit de oudheid. Hè. Ze gaan dus eigenlijk zeggen van kijk even, vroeger in de tijd van de Romeinen natuurlijk het voorbeeld van macht, van grootheid. Ook heel veel vorsten zich nog heel graag willen spiegelen. Zien we dat zij eigenlijk documenten gaan plaatsen waaruit blijkt dat destijds Romeinse keizers de paus als hoogste leider hadden aangewezen. Maar dat is natuurlijk ook de vraag. Hè. We hadden natuurlijk wel twee zwaarden, hè, twee machten. Maar welke van de twee was nu belangrijk? Was dat de wereldlijke of was dat de geestelijke macht? Nou, uiteindelijk bleken die documenten wel op een soort vervalsingen te gaan. Dat had natuurlijk wel een beetje spanning natuurlijk. En ook daar de paus natuurlijk dat hij door de mand viel. Maar dat wijst toch wel aan dat die paus eigenlijk door het vuur wilde gaan om ervoor te zorgen dat zij meer invloed zouden krijgen ten koste van dus de vorsten, CQ, de wereldlijke macht. Nou, door al die oplopende spanningen komt dan eigenlijk de investituurstrijd tot uitbarsting. En die investituurstrijd die gaat eigenlijk om de vraag wie heeft het primaat, dus wie is eigenlijk het belangrijkste en heeft dus ook de hoogste macht. Is dat die wereldlijke macht, het zwaard van de wereldlijke macht, de vorsten, de adel, of is dat de geestelijke macht, de paus en de bisschoppen? Welke van de twee zijn nu het belangrijkste? Nou, die investituurstrijd zie je eigenlijk in heel Europa ontstaan. Ik ga met jullie even één voorbeeld doornemen. Maar besef je eventjes ook dat het niet allemaal dingen zijn die je hoeft te kennen, maar dit is gewoon een voorbeeld waar je kunt herkennen hoe die investituurstrijd vorm kreeg. En we gaan daarvoor naar het Duitse Rijk toe. Nou, in het Duitse Rijk bereikt die investituurstrijd zijn hoogtepunt in het jaar 1075. Wat zien we dan gebeuren? We zien dat dan de paus van dat moment, paus Gregorius de VII, het zogenaamde Dictatus Papae uitvaardigde. En daarmee zegt hij eigenlijk, ik als paus, als leider van de kerk, ik ben de enige die bisschoppen kan benoemen en ik kan ook vorsten uit de macht zetten. En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke iets, want daarmee kan de vorst dus eigenlijk uit de kerk worden gegooid, waarmee de paus zegt, hey, iedereen die christelijk is, en iedereen was dat in die tijd, hoeft niet meer naar die vorst te luisteren. Nou, die paus die vraagt dat dictatus papae document uit en die zegt hem eigenlijk van, kijk even, ik ben hier het grote mannetje, ik ben de baas en iedereen moet naar mij luisteren. Nou, de Duitse keizer, Hendrik de IV, is het daar echt niet mee eens. Hij heeft ook heel erg veel problemen met het feit dat de paus zoveel macht heeft, want hij was ook een van die vorsten heel vaak bisschoppen en priesters aanwees om voor in zijn gebied dingen te besturen. Hij was leenman, maar bijvoorbeeld ook dat hij heel vaak familieleden op langsjes binnen de kerk had weten te krijgen. Nou, hij is daar niet mee eens, hij gaat er tegenin en de paus doet dus wat hij beloofd heeft, hij zet de vorst uit de kerk. De vorst wordt uit de kerk gezet, dat betekent dat hij dus niet meer naar hem geluisterd hoeft te worden. En Hendrik slaat dan vervolgens terug door te zeggen, ja wacht even, maar jij bent als Gregorius de VII helemaal niet de paus. Jij bent een valse paus en ik benoemde iemand die van namens mij de paus is. En iedereen die met mij is, zal alleen deze paus, mijn paus, erkennen. En jij Gregorius, zegt Hendrik, ben maar gewoon een pannenkoek die maar lekker weg moet gaan. Nou, we zien er dan eigenlijk dat er dan een gigantisch grotere burgeroorlog kan staan in het Duitse Rijk. Omdat enerzijds natuurlijk een aantal leenmannen, een aantal die ook christelijk zijn, aan de paus Gregorius de VII trouw blijven. Maar een aantal andere leenmannen en ook christenen, die zijn dus trouw aan Hendrik de IV. Nou, we zien er dus eigenlijk dat er een gigantische strijd komt in dat Duitse Rijk. En dat is die positie van zowel de paus als de keizer gigantisch verzwakt wordt. Nou, uiteindelijk weten die twee mensen zichzelf eigenlijk niet goed te verhouden tot elkaar. Dat blijft jarenlang een probleem, tot allebei de heren ook uiteindelijk doodgaan. Allebei sterven ze, niet per se binnen de oorlog. Gregorius van ouderdom en Hendrik de IV vanuit volgens mij een bepaalde ziekte. Maar uiteindelijk betekent dat zijn opvolger, Hendrik de V, de zoon van Hendrik de IV, die weet uiteindelijk daar een oplossing voor te vinden. En hij zegt dus dat in het Concordaat van Worms, en Worms is een stad in het Duitse Rijk, daarmee zegt hij dat eigenlijk, het idee van geestelijke en wereldlijke macht, die zijn gelijk aan elkaar. De paus regelt alle zaken voor de geestelijkheid en de keizer regelt alle zaken voor de wereldlijke zaken, zo gezegd, bestuur en dat soort dingetjes. En die twee zullen zich niet met elkaar ook bemoeien. Dus de keizer bemoeit zich niet meer met wie er als bisschop wordt benoemd, en andersom hoeft de paus zich niet te bemoeien met wie de keizer als leenman en dat soort dingen aanwijst. Nou, we zien dat er het concordaat van Worms eigenlijk als een soort makkelijke oplossing wordt gezien. Dat betekent eigenlijk ook dat die problemen niet echt opgelost worden in het Duitse Rijk. Het Duitse Rijk en vanuit de positie van de keizer die verzwakt ook best wel heel sterk. Maar daar gaan we het later nog in een volgend filmpje nog over hebben. En we zien dan ook dat het binnen het Duitse Rijk vaak nog oorlogen blijven en ook vaak onrust in die investituurstrijd. Dus niet per se in het Duitse Rijk opgelost. In andere landen binnen Europa, denk bijvoorbeeld aan Frankrijk, gaat een aantal jaren later opnieuw fout tussen de Franse koning en de nieuwe paus, wat ook weer voor gigantische strijd zorgt. Maar dit voorbeeld laat eigenlijk wel eens mooi zien dat dus die twee machthebbers met elkaar niet door een deur kunnen gaan.